harte welkom bij weer een splinternieuwe video. We zijn hier vandaag in België. Jeffrey en Robert zijn er ook bij. Robert heeft ook een YouTube-kanaal. Linkje ervan staat in de beschrijving. En we zijn hier vandaag in een verlaten kasteeltje. Ergens in België. Het is vrij leeg, maar hier en daar staan wel echt heel leuke dingen. Kijk, Robert is er ook bij. Linkje ervan, zijn YouTube-kanaal staat in de beschrijving. Kijk hier mensen, heb je een heel mooi paard. Echt heel vet om te zien. Heel mooi plafond ook. Een hele mooie kandelaar hier nog. Wow, echt wel een mooie kamer dit hoor. Kijk eens hier die muurschildering. Helemaal mooi erin gewerkt. Als je naar deze kamer uitloopt, kom je in de volgende kamer. Die ook echt heel vet is. De verf bladert er al wat van af. Zoals jullie kunnen zien van het plafond. Helaas is het hele chateau helemaal dichtgemaakt met planken. Dus ja, ik moet mijn lamp gebruiken voor wat licht. Echt heel vet. Kijk die bank hier eens. Echt heel vet. Kijk eens. Hoe bruut hij eruit ziet. Echt heel vet. Hier een hele mooie houtkachel. Waarschijnlijk is dit de laatste bewoner geweest. Wauw. Die kleine portretjes zijn wel echt heel vet trouwens. Foto en tijdschriften nog. En wat glazen. Echt heel mooi geweest dit. Het is nog steeds mooi, maar het is jammer dat we wat meubels missen. Een mooi engeltje. Wauw. Oh, kijk die lamp eens jongens. Hoe mooi. En die muurschildering hier weer. Vet hoor. Flesje wijn. Er staan nog wat foto's. Trouwens, dit huis wat jullie zien, dat is niet het chateau, dat is een ander huis. Dus ik kan die foto gewoon gerust rustig laten zien. Ja, dit is stof. Het stukje muur is stof. Hoe vet. Deden ze vroeger. Maar weer een stukje van de muur gewoon verstoffen van doek zeg maar. Ja, dit is best wel veel achtergelaten hoor. Mooi servies. Deze kast staat ook nog helemaal vol met allemaal spul. Leuk om te zien dat het gewoon achterblijft. En ik heb nog iets leuks. Er schijnt ergens hier een MacBook te liggen. Dus ik ben benieuwd of die er nog ligt. Maar dan gaan we zo meteen eventjes naar kijken. Hier ook nog wat foto's. Ik denk dat dit is in het kasteel, denk ik. Kastje, hoe het er vroeger een beetje uitzag. Dan gaan we verder kijken wat er nog meer te beleven is. Nou, het zijn de deuren die naar buiten gaan. Wauw. Mooie leeuwen erin gemaakt. Niet zo vet voor de rest. Ja, hier hangt nog een leuke kandelaar, kroonluchter. Voor de rest is het vrij leeg. Ik vind het wel heel mooi zitten op zich. Het is niet super groot, maar ook weer niet super klein. Kijk, en hier zijn we bij de trappenhal. Heel mooi. Geborduurd kunstwerk had hier, hangt hier. Oh, what the fuck, dit is wel raar. Heel grote spiegel hier, met een paar plantjes erbij. Er staan een paar mooie stoeletjes. What the fuck, kijk die tak met al
Ik weet niet wat er aan hangt. Bladeren of zo. What the fuck? Ja, en dan zo'n mooi geborduurde schilderij. Even kijken wat hier is. De schoenen staan er zelfs nog. Kijk, hier zijn we in een badkamer. Nou, er is hier en daar echt wel wat dieken aanwezig. Wow, kijk, alles hangt er nog. Echt bizar hoor. Zo'n mooi kasteeltje. Het is niet echt een kasteel. Je kan het ook wel een enorm grote villa noemen. Nou mensen, we gaan nu met de trap naar boven toe. Zo, dat is wel vol. Dat is wel eens een vervanging toe. Moet je dat plafond hier zien mensen. Er zit goed wat schimmel op. Zo. Daar moet je niet op gaan springen, denk ik, op die vloer. Tering, hé. Kijk eens die hele lamp hier. Wauw. Kijk, hier is de MacBook. Hij is nog aanwezig. Echt apart hoor. Dit is toch wel een van de gekste dingen die ik ooit gevonden heb hier. In een verlaten locatie. Kijk, het staat er ook op. Als je een beetje scherp wil stellen. Ja. Scherp stel. Doe nou. Kom op. Kom op. Waarom wil je niet scherp stellen? Wil je niet scherp stellen? Als je goed kijkt, staat een MacBook. Wel raar dat er gewoon nog een MacBook staat. Dat het nog niet gestolen is. Het is wel een oude model. Maar... Wauw, dit is wel vet hoor. Bizar om te zien hoor. Dat... Zulke dingen gewoon verlaten staat. In de slaapkamer. De plafonds zijn ook wel leuk versierd hier en daar. Helemaal die grond die loopt scheef, jongen. Dat is ook wel vet. Zo'n ja, beetje Chinese waaier of zo. Hier nog een badkamertje. Ook erg leuk. Ja, helaas geen natuurlijk licht, maar ja, we kunnen moeilijk alle dingen voor de ramen weghalen. Dat gaan we sowieso niet doen, maar ja, het is echt gewoon vet locatie dit. Mooi slaapkamertje. Kleedjes achtergelaten. Hier zijn we in de badkamer. Kamer. Oh, wat leuk, die lampjes. Oh. Het ziet er wel leuk uit, leuk kastje daar of zo. Zo. Is een partij gevaarlijk hier. Van een tafelbal te houden. Ze hebben wel geprobeerd om het een beetje op te knappen, maar... Of op te knappen, ja. Stroom. Nou, mensen, we staan hier dus...
nog steeds op de eerste verdieping. En we hebben heel het kasteel wel geëxploreerd. Het is best een klein kasteeltje. Het is niet super groot. Dus ja, de video is ook niet zo heel lang helaas. Het is ook vrij leeg, dus dan ben je ook snel uitgekeken. Dus ik hoop dat jullie het wel een leuke video vonden. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Zou ik heel graag waarderen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Later!